En dan ga je op vakantie en dan besluit je meteen maar even bij te lezen met al je vakliteratuur. Over het algemeen neem je dan boeken mee die eigenlijk je kennis op je eigen vakgebied vergroten. Of boeken over leiderschap bijvoorbeeld, die alleen maar aangeven hoe je je nog beter kunt opstellen als leider. En op dat moment blijf je toch heel duidelijk in je eigen comfortzone zitten. Ik werd dan ook echt verrast door het boek De Sjamaan en de Manager, waarbij er opeens andere inzichten werden gegeven over jezelf, over je rol in de organisatie en over je leiderschap. Het is een van de weinige boeken die ik in één keer uitlas. Het zijn natuurlijk maar 120 pagina's, maar toch. Er zijn ook boeken waar ik daarna continu over nagedacht heb. Van, wat doe ik hiermee? En dan zie je dat dit boek eigenlijk een heel ander inzicht geeft in onszelf. Dat je uit moet gaan van je eigen kracht. Maar dat we ook onze eigen beperkingen hebben. Wij passen ons steeds maar weer aan bij de omstandigheden. En we drijven steeds meer af van onze eigen kracht. En dan zegt eigenlijk het boek op dat moment ook van je moet uitgaan van een actieve mannelijke kant, maar ook van een inactieve vrouwelijke kant. En als je nu denkt van ik ga de vrouwen neerzamelen, zo is het niet bedoeld. Want zowel vrouwen als mannen hebben een mannelijke kant en dat is vaak de ratio en een vrouwelijke kant en dat is vaak de emotie die je ook een kans moet geven. En wat zegt men in feite? Dat je uit moet gaan van je natuurlijke kracht. Iedereen heeft een eigen kracht. Iedereen heeft eigen vaardigheden. En juist die vaardigheden, die moet je gaan benutten. Want dan sta je in je kracht. Maar wat zien we? We gaan het aanpassen aan onze omgeving. Aan onze partner. Aan de organisatie. En daarmee doe je eigenlijk tekort van je eigen kracht, van je eigen vaardigheden. En eigenlijk moet het dus veel dichter bij de natuur gaan komen. Waarbij we uniek zijn en onszelf zijn. Wat je ook vaak ziet, dat we allemaal een ego hebben. Of het allemaal een groot ego en die bewaken wij ook altijd. En een ego gaat ervan uit dat je alles bij hetzelfde moet houden. Want dan komt je ego, volgens jezelf, het beste tot je recht. Kijk maar eens organisaties. Over het algemeen, hoe hoger je komt in een organisatie, hoe groter het ego en hoe groter dan men eigenlijk van overtuigd zijn dat dit hun kracht is. En daarmee vergeet men de kracht van werknemers, werknemsters, maar ook van klanten. En ook de klantgerichtheid is alleen maar een economische gerichtheid. En we doen het alleen maar omdat we er geld mee kunnen gaan verdienen. Maar we passen de organisatie niet aan. En we passen ook niet onze manier van werken aan daarop. En eigenlijk moet je gaan vernieuwen en innovaties gaan toepassen. Maar betekent ook dat je afstand moet nemen van je eigen ego. Dat je over je grens moet gaan. En dat je eigenlijk een inbreuk doet in je eigen comfortzone. En dit is precies het punt waarom innovaties vaak stagneren. Waar we niet uit kunnen halen voor een organisatie wat nodig is. Want ook de organisatie heeft een bepaalde ego, een opgestapelde ego van al die egootjes, van al die managers en van al die mensen die zich aanpassen bij elkaar. En in feite zien we dan ook dat we weer terug moeten gaan naar onszelf. Dat buikgevoel is helemaal niet zo slecht. Dat buikgevoel is van de natuur, een intuïtie die aangeeft wat moet gaan gebeuren. Maar we hebben ook een hart en het hart geeft ook aan onze sociale vaardigheden, wat wij rechtvaardig vinden. En tenslotte hebben we nog onze geest, onze brein. En daar worden we juist op getraind, op economische vaardigheden, op rationaliteiten, op kennis. Maar dat is tekort. Dat is wel leuk, maar als je dan geen hart hebt en je hebt geen goed buikgevoel of je luistert niet naar, dan schiet je echt tekort als mens of als manager. En eigenlijk is dat wat men ook aangeeft. Je bent geen coach, je bent een gids. Want een coach die vertelt aan zijn medewerkers hoe zij moeten doen volgens hem of volgens haar. Maar dan ga je eigen kracht ook doorgeven aan anderen. En die zijn zo krachtig. Die hebben andere vaardigheden, die hebben andere kennis, die hebben een eigen identiteit. En dat is juist de les. Laat mensen in hun eigen kracht. Luister naar ze. Wees niet zo egoïstisch. En ga niet alleen maar af op economische doelstellingen. Maar je bent het beste als je in staat bent al die krachten in de organisatie, al die krachten van de medewerkers, maar ook van de klanten te integreren in jouw benadering. En terecht, zegt het boek dan ook, ontspannen is belangrijk. Ontspannen mensen leren meer, presteren beter en genezen zelf. En de kracht van ontspannen is lachen. En hoe vaak lacht u? Hoe vaak lacht u bij de MT? Hoe vaak lacht u in de organisatie? Want dat is toch de kracht van ieder mens
en van iedere organisatie. Het boek De Shaman en de Manager zet mij aan denken. Ik heb het 1 keer gelezen, ik heb het 2 keer gelezen en ik zal het beslist nog vaker lezen. En eigenlijk moet het op ieder bureau liggen van iedere manager die opnieuw een reflectie moet doen van zichzelf, zichzelf in de spiegel moet kijken en moet zich afvragen van, ben ik nou de juiste man, de juiste vrouw op de juiste plaats? Ik wens je veel leesplezier in uw vakantie.